Get too crazy, had a little bad enough. We stay good friends, we get too crazy. All I know is that when it's cup. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en ik ben officieel 38 weken zwanger. En gisteravond had ik echt het gevoel dat hij elke keer tegen mijn baarmoeder aankwam. En ik dacht van ja, nu gaat het gebeuren, nu ga ik bevallen. Maar ik heb net met Davinio, ik heb gefietst, Davinio heeft hard gelopen. En ik voel me gewoon echt lekker fit. En ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat ik bij 39, 40 weken kan gaan bevallen. Ik heb nu nog niet echt het gevoel dat ik echt heel erg uitgeput ben of zo. Ik voel me echt fit en daar ben ik echt dankbaar voor. Want als ik kijk naar heel veel reacties die ik krijg, zeggen mensen, ja, ik lig als een dode otter op de bank en ik doe niks. Ik lig heel de dag op bed. Dus ik ben heel blij dat ik nog zo fit ben. Maar aan de andere kant wil ik zo graag mijn baby gewoon in mijn handen houden. Ook omdat alles is gewoon al klaar. De babybox ligt boven. We hebben de kinderwagen, we hebben de auto's, twee autostoelen, eentje van Doona en eentje van Maxi Cozy. Ik was trouwens erachter gekomen die van Maxi Cozy die ik had gehaald. Die is veel te groot voor een pasgeboren baby, ook omdat hij dan rechtop zit. Dus pas wanneer hij zijn eigen nek kan ondersteunen, kan die pas in deze. En dit is die Doona, die kan wel gelijk... Dus deze moet ik nog in de auto zetten. Dit heb ik laatst gehaald, zo'n vaginale douche. Want iedereen zei, je krijgt een brandende punani, dus beter haal je dit. Nou, de eetstoel staat ook al klaar. Alles is gewoon helemaal ready. En ik heb natuurlijk 2 weken geleden alles laten fixen. Mijn haar, gewaxt. En ja, ik ga nu nog helemaal niet bevallen. Dus nu denk ik van ja, als ik ga bevallen, dan zie ik er straks helemaal wild uit. Nou, ik ga denk ik... Ik moet echt nodig poepen, man. Ik ga even poepen. En dan ga ik douchen. En dan ga ik met Daf naar een spa. Even lekker relaxen. Want ik zeg eerlijk, als ik in een zwembad lig en drijf... Oh, zo lekker is dat. Dan voel je je gewoon helemaal licht en zen. Dus ik ga jullie gezellig meenemen vandaag. En... Ja, we moesten even iets aan onze auto laten fixen. Dus we hebben vandaag een ruilauto. Ja, een tijdelijke autootje. Een tijdelijke auto en het is een BMW. Welke is dit? X1, 1X. Zoiets, een van die twee. Ja, nou, zo'n leuke auto. Het is ook wel ruim. Waar gaan we nu naartoe? We gaan even naar Spa. In Soesterberg. Of in... Waar? Voor waar was het ook alweer in... Even kijken in... Bad Hoeverdorp. Waar is dat? Amsterdam? Vlakbij. Nou jongens, de video heeft het even geregeld hoor. Laatste keer Spa, even laatste keer ontspannen. We zijn bij Spa Papillon. Hier heb je echt een mega sauna. Een jacuzzi. Zo, dankjewel hoor. En kijk hoe mooi die aquarium is. En ze hebben aloe vera in het zwembad gedaan. Blijkbaar is het dus heel goed voor je huid. En ik kan echt niet wachten om erin te springen. En kijk die visjes. Wauw. Ik heb ze even opgezocht, want de vorige keer toen we naar Spa gingen, kreeg ik allemaal berichten van ja, je mag niet in de jacuzzi, je mag niet zwemmen, bla bla bla. Je mag gewoon wel, alleen op die bubbels en stralen niet aanstaan, want dat is gewoon hetzelfde als een warm bad. En in het zwembad mag je gewoon zwemmen. In een sauna mag je ook, maar niet in een infrarood sauna. Dus ja. Yeah.
3, 2, 1, yes! Nou, wij dachten even lekker naar spa te gaan. Kijk dit weer. Wow. Het regent gewoon pijpen stelen. We zijn weer thuis. De spa was echt heerlijk. Het was echt een mooie spa met een zwembad waar dus aloe vera in zat. Waardoor je geen pijn kreeg in je ogen omdat er geen chloor in zit. Dus echt een aanrader. Het is in... Hoe heet die plek ook alweer? Nou, ik weet niet meer hoe het heet. En ja, ik ga nu na lange tijd, wat ik heel lang niet heb gedaan, even koken. Ik heb het echt te doen met DAF, want ik heb echt zo lang deze zwangerschap niet gekookt. Omdat ik heel lang niet tegen die heftige geuren kon van ei en knoflook. Maar ja, ik ben nu wel iemands verloofde. Dus als hij zegt van ga voor me koken, moet ik wel gewoon even gaan koken. Dus dat is wat we nu gaan doen. En ja, ik laat jullie straks die end result zien. Ik ben die end result vergeten te filmen omdat ik honger had. Maar ik heb ook een TikTok gemaakt. En welk cijfer geef je het? Ananas. Ananas. Pineapple kill. Ananas, toch? zag je eerlijk? Ik ben heel kritisch. Ik ben net Gordon Ramsay. Ik zou zeggen, een klein beetje zout en peper had hem toch de uiterste 10 gegeven. Maar dan geef ik hem nu een 9,5. Dus de halve cijfer kom je tekort door de peper en zout. Nou, nah, dat kan ik om leven. Ja. En als je peper en zout wou, dan kan je nou, het gewoon erbij kleuren, hè? Ja, en dan was het gewoon een 10, ja. Oké, okay, nou mooi. Goedemorgen jongens, ik ben vandaag 38 plus 2. Gisteren heb ik niet gevlogd, want ik werd wakker en ik kreeg zulke lijpe steken in mijn buik. Maar het was dus niet in mijn onderbuik, dus niet in mijn baarmoeder, maar gewoon hierboven. Dus ik ging het gelijk opzoeken. Ik had toevallig ook een gesprek bij mijn verloskundige. En ik vroeg van ja, kunnen dit voorwee zijn? Maar als je het boven voelt, ja, dan kunnen het geen voorwee zijn. Maar het deed echt pijn en ik kreeg gelijk paniek. Ik dacht van, oh mijn god, nu gaat het beginnen. Maar het is nu gelukkig weg. Ja, ik ga vandaag echt helemaal niks doen. En iedereen zegt geniet van je rust, bla bla bla. Maar ik ben gewoon gewend om elke dag gewoon iets te doen. Dus ja, ik ga maar even kijken wat ik ga doen. Ik ben net wakker geworden, gedoucht. Ik heb het huis gisteren al opgeruimd. Dus ja, er blijft er vrij weinig over. Ik ga denk maar gewoon mijn volgers lastigvallen op Snapchat of Instagram of zo. Nou, dit is mijn outfit of the day trouwens. Ik wacht even tot die olie een beetje is ingetrokken. Jezus, wat een joekel, hè. Het is een oudje van de Zaar, maar die heb ik echt 3 jaar geleden gehad of zo. Dus ik weet niet of ze die nog hebben. Heel veel kleren die ik zeg maar droeg voordat ik zwanger was, pas ik nu nog steeds. Dus veel mensen vragen ook waar hou je zwangerschapskleren? Maar 9 van de 10 dingen die ik draag, die had ik al. Dus ik heb niet echt veel nieuwe kleren gekocht. Helemaal buiten adem van het stukje lopen naar de auto, niet normaal. Poeh. Nou, onze internet is afgesloten. En het is dus heel gek, want we hadden naar Ziggo gebeld. En ze zeiden, ja, op jullie adres staat een hele andere bedrijfsnaam. Dus, puntje bij paaltje, ik heb gewoon letterlijk, ja, misschien 3 jaar lang Ziggo betaald. En het staat niet eens op ons naam. Dus ja, het is gewoon heel vaag allemaal. Want onze internet begon opeens heel slecht te doen. En wij dachten van, waar ligt het aan? Dus we hadden gebeld. En op een gegeven moment was onze hele internet afgesloten. Wat blijkt dus dat ik gewoon nog voor mijn oude adres betaalde of zo. Maar wat ik dus hiermee wil zeggen is, mijn printer, die doet het dus alleen op wifi. En ik heb geen wifi thuis. En het doet ook niet op internet van mijn telefoon. Dus nu ga ik even naar mijn schoonmoeders huis en daar even printen, zodat ik mijn papa... Ik schrik dat. Oh joh. Ja, ik ga dus nu even naar mijn schoonmoeders huis. Die woont letterlijk bij ons om de hoek. Dus dan ga ik daar even mijn pakbonnen uitprinten. En dan ga ik even mijn pakketjes verzenden, denk ik. Ik mis werk echt zo onwijs erg. Ik voel me echt nutteloos. Ik zit heel de dag thuis. Iedereen zegt, hey, je moet uitrusten. Maar ik wil gewoon werken. Ik kan niet stilzitten, man. Nou, Pilot, die gaat ook gezellig mee, hè? Die zit al braaf achter in de auto. Wat is dat voor diepe zucht? Doe niet alsof je leven zwaar is, hoor. En
En dan zie ik jullie straks. En ik heb vandaag trouwens de lash op in Noël. En deze lash geef je een cat eye look. Omdat ze aan de binnenkant iets korter zijn dan aan de achterzijde. Ik draag vaker wash and volume lashes. Omdat gewoon echt mijn all-time favorite zijn. Maar deze die kunnen er ook mee door. Ja, ik hou zelf meer van echt hele volle en aanwezige wimpers. Ik draag het eigenlijk zodat mensen kunnen zien hoe deze op mijn ogen staan. Ik heb ook hele natural lashes, dat zijn de virgin lashes. En die zijn voor mensen die echt van natural houden. Maar die draag ik zelfs nooit, omdat ik daar dus niet van hou. Maar ik moet het eigenlijk wel dragen, zodat jullie ook kunnen zien hoe die natuurlijk staan. Maar die zal ik wel een andere keertje dragen. Ik ben net ontwaakt uit de slaap. Ik was op de video aan het wachten, want die is in slaap gevallen. Hij zei, over 10 minuutjes zouden we een TikTok maken. Maar ja, hij was in slaap gevallen en toen was ik echt een half uur aan het wachten. En toen ben ik ook in slaap gevallen. Ja, was dat voor lekker dan? Ja, nou, ik voel me gewoon echt suffig. Want ik heb voor deze dagen natuurlijk helemaal geen planning. Dus toen was ik ook maar gaan slapen. En ja, nu 2-3 uur later zitten we hier ons neus te vreten. Leven is zwaar, hè, Peanut? Peanut wordt de grote zus, hè? Nog een paar dagen. Oink, 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 oink. Hey jongens, het is vandaag vrijdag. Ik dacht dat deze vlog online komt. En ik ben vandaag 28 plus 3. En ja, dit is mijn buik at the moment. Kunnen jullie zien of die al een beetje is ingedaald? Soms zeggen van wel, soms zeggen van niet. Maar ik ben er gewoon echt helemaal klaar mee. Ik wil gewoon... Ja, nou dit was de vlog. Het spijt me dat hij zo kort is. Maar ja, ik heb gewoon heel weinig gedaan. Veel uitgerust, veel pakketjes ingepakt. Dus er waren niet echt veel leuke dingen die ik kon filmen. En dit is misschien ook wel de laatste vlog voordat ik ga bevallen. Weet ik natuurlijk nooit. Dus als ik volgende week geen vlog upload op vrijdag, dan weten jullie al hoe laat het is. En ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En nu ben ik echt helemaal uitgeput van het praten. Dus ik ga maar snel deze video editen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week vrijdag. En als je niet kan wachten om content van mij te zien, kan je natuurlijk ook toevoegen op Snapchat. Vonne Ifrana. Maar als je Vonne Kabonneke intoetst op Snapchat, dan vind je me ook. En daar post ik eigenlijk het meeste. Dus gewoon dagelijkse dingetjes, dat film ik daar ook. En daar ben ik ook het meest actief. Dus ja. Wil je meer van een bonnetje zien? Check dan Snapchat. En zie ik jullie later weer. Doei!